hebben onze huidige taak in het paviljoen weer opgelost. Wat betekent dat we weer terug kunnen reizen hier naar het noorden. Hier waren we gebleven en daar hebben we dus nog 5 schatten te vinden. 5 schatten te vinden. Dat is nogal wat. We kunnen de kaart gebruiken om te zien dat we daar links nog niet zijn geweest. Houd het een beetje in de gaten allemaal, hè. Kijk, hier links zijn we nog niet geweest. Staat, hè. Dus daar kunnen we nog eventjes inspecteren. We krijgen een signaal. Ah, het is Henk. Het gaat niet goed met Henk. We krijgen een herinnering. Henk speelt op de fluit. Zijn ook allemaal van die skill point bloemen hier overal. Bissen. Het is een begrafenis. Vincent, kun je de mond thee? Henk heeft andere ideeën. Het is de begrafenis van onze ouders. We willen het niet horen. Het gaat niet goed met Henk. Ja, en wij komen hier aan. Kijk nou, hier liggen gewoon dode lijken overal. Er liggen overal dode lijken. Wat is dit? Een grote kamer die dicht gaat. Bommen erop. Bommen erop. Blijven hitten en bommen erop. En we komen er wel langs op deze manier. Daar is een zombie. Hier kan ik niet langs. Waar kan ik omhoog dan? Kan ik ook niet op gaan staan? Dan lijkt hier geen andere route te zijn. Moet ik toch via de andere ruimte dan? Dit kan ik niet hacken. Is dit een lift? Ja, dit is een lift. Het is een lift. Au, even hier.
gaat hij hard aan toe, toch wel. Aan alle kanten. Dit loopt dood. Ik kan ook naar links. Tenminste. Hier is dus een zombie. Ja, ik kan hier naartoe. Maar dit loopt weer dood. Hier kan ik wel heen. Ik laat me hier twee keer slaan. Dat is heel dom. Bom erop en meppen. Dat is de tactiek. Kijk, even die shortcuts openen overal. Kijken dat we niks missen. Die plant kan ik niet killen, blijkbaar. Daar kan ik ook niet doorheen. En dan loopt dit toch allemaal weer dood, hè? Dan moeten wij weer naar boven. Gaan we hier weer aangevallen worden, denk ik. Oh, niet eens. Ik ga ook weer naar links en naar rechts. Ik word weer gebeld. Willy. Dat gaat hier niet goed. Nee, dat is duidelijk. Oké. Okay. Wil ik Quaffo wil maar spreken. Tian Huo virus. Ja, het gaat hier niet goed, dat is wel duidelijk. Stay in touch. Kan ik examinen. Vital Sanctum Tower. We zijn hier zoekende. Nee, ik ben hier zoekende. Naar waar kan ik wel en niet lopen? Dit loopt weer dood. Hier kan ik dan wel op. Daar is een lopende kist. Ik heb die hele man niet gezien. Oh, ik loop er gewoon in. Onderin. Ik kan niet meer healen. Blokken. Dan is die lopende kist natuurlijk nu verdwenen. Ik heb geen heals meer. Ja, die lopende kist is inderdaad verdwenen. Vijanden genoeg hier overal. Kistje. Daarboven is ook nog een kist. Maar ik heb dus geen heals meer, dus het wordt hier wel gevaarlijk. Zie je, ik kan hier wel naartoe. Maar die zombies. Collected standard component. Daar rechts kan ik dan weer niet naartoe. Nou, die beesten die hebben allemaal wel Solarian features. Maar het...
Moet toch nog ergens kunnen healen. Zie je een sniper? Pakken we ook aan. Dan horen we hier nog wat disco muziek. Maar we hebben hier rechts. Hier hebben we nog 5 dingen te vinden waar ik nog helemaal niet geweest ben. Omdat daar nog routes zijn vanaf links. Kan ik hier omhoog? Ja, niet via waar ik nu loop. Volgens de kaart is hier nog best wel wat te vinden. Hé, daar zak ik door de ding heen. Hoe kan dat nou? Het is gewoon scenery hier. Het gaat ook niet naar rechts, maar er is daar rechts nog wel iets te vinden, staat er. Maar dan mis ik dus nog iets vanaf deze kant. Dan moeten we dat toch even inspecteren, want ik heb daar rechts nog 5 items gemist. Die beesten die gooien met snot naar mij. Hier ben ik ook nog niet geweest. Ah, een save point. Kijk eens. Daar hebben we wat aan. Daar hebben we wat aan. Dan gaan we eerst rusten. En dan toch eventjes travelen weer naar die rechterkant. Want daar mis ik nog iets. Daar mis ik nog iets. Want volgens de kaart mis ik hier nog 5 schatten. 5, er zijn er een open. Dus dan moeten we toch even kijken wat we daar dan nog missen. En de kaart is uitvoerig. Ik ben hier overal geweest, behalve daarboven. Bij dat gebouwtje. Ik kan niet op die bellen lopen. Kijk, en die deur die zit dicht. Dus ik moet hier op de een of andere manier naar boven. Kijk, dit beweegt. Dit kunnen we counteren. Moet ik dan via rechts? Daar lijkt het op, hè. Lijkt erop dat het inderdaad moet via rechts. Met deze lift kan ik helemaal naar boven. En dan daar vandaan weer naar links. En daar zijn dan weer onontdekte gebieden. Dat is dan misschien toch wat we moeten doen. Vijf gemiste schatten zijn er veel, hoor. En we kunnen die zombies verder niet killen. Ze zijn onsterfelijk. Hier kan ik op. Ja, hierboven ben ik nog niet geweest. Ja. Erop is goed. Archers daarboven. Kijk, hier, dit stuk ben ik nog niet geweest. Kan ik daar makkelijk boven komen? Dan lijkt het weer niet op. Hoe kom ik daar dan boven?
daar links is weer een apparaat. Die zullen we moeten activeren, maar deze is dicht. Daar is een lift. Maar deze deuren zijn allemaal dicht. Hoe gaan we daar dan komen? Als die deuren allemaal dicht zijn. Ik zal daar toch naar boven moeten. Ik ben even de weg kwijt. Even weer de lift pakken. Moet ik dat doen met mijn vliegbeestje misschien? Daar een doorgang forceren. Is dat wat er moet gebeuren? Want daarboven is wel de plek in deze area waar ik nog niet geweest ben. Dit gaat niet verder omhoog. Nee. Die vijanden, daar kan ik doorheen. Hier heb ik die Soul Seal gekregen. Moet ik hier dan met mijn vliegbeestje iets gaan doen? Nee, ik kan niet die computer hacken met mijn vliegbeestje. Hoe gaan we dan daarboven komen? Hier niet op kan. Dit is geen lift. Hoe ga ik daar dan komen? Oh, hier is gewoon een plateautje die ik helemaal niet gezien had. Die pakken we aan. Oké, nu ben ik binnen. En dan kom ik ook bij die computer. Waar ook een zombie is die we eerst moeten uitschakelen. Kijk, uitgeschakeld, snel hacken. Moet ik wel een goede knop indrukken. Ja, dan word ik aangevallen en dan gaat het mis. Ja, die moet ik uitschakelen en dan moet ik heel snel dit hacken. Kijk, in drieën. De lift wordt geactiveerd. En dan kan ik de lift ook gebruiken. Om overal langs te gaan. Dus ook hier weer naar buiten. Dan kunnen we kijken of we hierboven wat loot kunnen vinden. Kijk, hier is gewoon een plateautje. Jongen. Die we niet gezien hadden bij poging 1. Kijk, aanpakken. Schatkistje meenemen. Collector standard component. Kijk, nou komen we ergens. Nieuwe gebieden. Het dak op. Turtle scorpion. Een poison. Die kunnen we weer aan Kwaku geven. Een turtle scorpion kunnen, of niet aan Kwaku, aan Shenom. En dan ben ik daarboven ook geweest.
De lift weer even oproepen. We kunnen met de lift naar beneden. Ja, dan hebben we deze kamer doorlopen. We hebben nog steeds 3 schatten niet gevonden. Ja, hier zijn we geweest. Drie schatten nog niet gevonden. Dat is echt veel. Hoe kan dat nou? Dit is een deur, maar... daarvoor hebben we nog niet ontdekt. Ik denk dat dat het ook is. Dat die deur... dat we daar nog een truc voor moeten ontdekken. Laat ik eerst die poison even terugbrengen naar Shadow. Dan komt dat wel goed. We kunnen daarna eerst naar links. Dan moeten we later misschien een manier ontdekken om die bellen te gebruiken. Tenzij de sequence hetzelfde is als de vorige keer. Hij wil ook met mij praten. Swan, Swan. Hij heeft die recepten gebruikt die wij hem gegeven hadden. Hij heeft de recepten gebruikt die wij hem gegeven hebben. Zeet het hart. Ja. Er moeten waarschijnlijk andere ape-men omgelegd worden om dat te koken. Shadow, ik heb een poison voor je. Een turtle scorpion. Eet jij dit maar eens lekker op, jongen. Scorpion, hij wil weer met me praten. Waarschijnlijk gaan we dan weer wat HP erbij krijgen. Een favor. Take him back to your people. Gaat hij terug naar het volk? Wij geven hem de instructie om terug te gaan naar het volk. Terwijl die hier nu lekker bij ons woont. Maximum health increased. Achievement unlocked. Ik heb alles gevonden wat er te vinden valt. Oké. Okay. Dan gaan we eventjes heen en weer reizen, want dan zal dat misschien wel iets doen met Shannon. Als we inderdaad alle poisons aan hem gegeven hebben die er bestaan. Ik heb er een achievement voor gekregen, dus dan is de kans aanwezig dat mij dit iets gaat opleveren. Maar wat dan? Dus even kijken. Vaak is heen en weer reizen dan voldoende. Kijk, hij is weg. Hij is weg. Anong is weg. Some people from the village.
Hij is naar de village. Oeh, dan moeten we maar eens even gaan inspecteren. Er is iets aan de hand bij het dorp. Teleport. Bij de dok. Daar gaan we. Shenong is teruggegaan naar het dorp. We gaan even kijken bij de docks. Waar is Shenong? Hier liggen allemaal onderdelen van dode mensen. Shenong staat hier met die priester. Wat is hier gebeurd? Zijn arm is eraf. Het dorp wordt aangevallen. Save my people. Hier, vijanden. Hier, aanpakken. Shenong, wij redden jou, jongen. Hier. Shenong is zijn eigen dorp aan het verdedigen. Aanpakken die gasten. Hier. Shenong is zijn vrienden aan het verdedigen. Een hele grote is dit. Steekt de map in de fik, deze man. Hou. Hou. Aanpakken die gasten. Even een pijltje erin, want dit gaat er hard aan toe. Nog meer. Au. Komt hij met die rare ringen weer tegen mij aan? Hoeveel vijanden zijn hier, jongen? En van die reuzen. Nog meer? Nog meer. En dan komt er een filmpje. Nou komt er een filmpje. Hebben we Shenong dan gered? De deuren gaan open. Gaat niet goed met deze vrouw. Banyu. Ha ha ha.
We hebben de shaman nodig. Kotak Anu. With you in charge. De shaman is dood en Anu is de nieuwe baas geworden. Van de ape-man. Daar lijkt het op. Daar lijkt het op. Kijk, daar zijn ze allemaal. Ja, de grote leider Anung. Shenung. Hij is de grote leider geworden van de aapman. Hij is de leider geworden. Wat een man. Wat een man. Pancha. Tien Swain. Nou, we zijn vrienden geworden met Shenong. En hij is de leider geworden van de Ape Man. Ik kan ook weer met hem praten. De Fusang Amulet. Sabinze. Hij heeft een speciaal amulet. Dat geeft hij aan ons. Can be handed to Xuan Xuan. Komt nu die bom nog. Lekker hoor. Maar goed, dan kunnen we dat amulet teruggeven aan Xuan Xuan. Laten we dat dan maar eens even doen. Ik heb ook weer een skill die je kan leren. Daar hebben we allemaal toch niet zo heel veel aan. Dit zijn allemaal skills die we toch niet gebruiken. Terug naar de pavilion. Die item gaan we dan teruggeven aan Xuan Xuan. En dan kunnen we daarna verder met ons onderzoek. Hier is Xuan Xuan, die is aan het pottenbakken. Ik geef jou het amulet weer terug. The power of your tongue. Er zit een steen in. Een djinn medaillon. Can be recycled. Hey. Gratis geld. Gratis geld. Heb ik een. Nou ja, verder wat we kunnen creëren, daar hebben we niet zo heel veel aan. Die items hebben we niet zo heel veel aan. Wat verkoopt die handelaar nog? Recover health after a successful shadow strike. En dit gebruiken we allemaal ook niet. Hebben we nog wat aan die man hier links? Azure Sand Magazine. Meer pijl en boog. Is nu gemaxed. Oké. Ja, de normale pijlen kunnen we eventueel nog upgraden. Maar ja, die gebruiken we toch niet. Die gebruiken we toch niet.
Goed, aan de andere kant. Moet het geld toch maar uitgeven. Je moet het geld toch maar uitgeven. Dan hebben we het hier weer gevonden. Dan gaan we hier weer lekker saven. En dan gaan we in de volgende video terug naar de Empyrean het gebeuren. Dan gaan we hier rusten. En dan zien we jullie graag weer in de volgende. Joejoe!